Onze humor en onze spot en onze satire mogen we niet afbreken. Want UNESCO heeft gezegd, jij moet zo blijven gelijk dat is. Je mocht aan die carnaval niks veranderen. Nu zeggen ze juist het omgekeerde. Dus wat zijn we met UNESCO op dat moment? Niks. We zijn in Aalst, aan de carnavalshallen. Hier bereiden de vaste verenigingen de stoet van carnaval 2020 voor. Sinds september al, elke avond, tot het 23 februari is. Trombé en Beek zitten op een wc, zit onder, dat ze zo zitten. Kortom, sanitair tegenavond, zo ik, weer ademen. Nee, elke keer dat ze ons wijs maken in de politiek, moet je niet geloven, dat is een indianenverhaal. Het is een grote kudde bizons met politieke koppen die nog niet ooit gebeurd zijn in Aalst. Wij gaan echt het cordon sanitair breken. Ah, dat gaan jullie doen? Ja. Oké. Okay. Dat is ook nog veel werk dan? Ja, we moeten nog veel cordon, nog veel sanitair maken. Veel sanitair. Herman is voorzitter van de Lodroge, de derde oudste carnavalsvereniging in Aalst. Dit jaar richten ze hun pijlen op de indianenverhalen van politici. Op het eerste gezicht geen al te controversiële onderwerpen hier. Geen controverse toestanden, nee. Nee. Politiek, wij lachen met de politiekers, wij lachen met het cordon, wij lachen ja, met alles wat rondom ons komt. Ja, het zou leuk zijn. En met echte indianen ook? Met echte indianen valt niet te lachen. Dat, nee, daar roept je beter de vredespijp mee. Anders, ja, inderdaad. Of ze echt zullen opletten, valt nog af te wachten. Maar vorige editie ontstond wel een behoorlijke rel rond de wagen van een andere groep. Shalommakers! Twee Joodse organisaties hebben een klacht ingediend tegen één van de praalwagens die gisteren meereden in de carnavalstoet in Aalst. U vernoemde de gelijkaardige beelden in de stoeten in Duitsland. Als je dat vergelijkt met nu, ja, dan komt het wel heel erg in de buurt. Al snel werd het tafereel als antisemitisch bestempeld en ging de controverse internationaal. Maar volgens de groep in kwestie was het een onschuldig beeld. Ze namen een sabbatjaar, want er moest wat gespaard worden en daarom werd er ook gerecycleerd. Dezelfde kop van die bewuste praalwagen is een jaar eerder gebruikt in een andere praalwagen als kruisvaarder. Niemand die in zijn achterhoofd had bij het thema vorig jaar met het sabbatjaar om de Joden te schofferen of terug te grijpen naar die holocaust, daar heeft niemand niet aan gedacht. Als we een Griek weer bellen, moet die gewoon van zijn oren maken, hè, een gierige Griek. Chinezen, Eskimo's, Indiaan, de allemaal. Maar hier had je natuurlijk wel nog die historische context. In de jaren 20, 30 waren er gelijkaardige spotprenten. Toen was het ook nog allemaal om te lachen, zo gezegd. Maar je ziet waar het toe geleid heeft. Ja, ja. Het brengt wel pijnlijke herinneringen mee voor dat veel kan, mensen. Dat kan voor sommige mensen, maar dat is niet zo bedoeld. Maar goed, als je Joden dan op zo'n manier gaat afbeelden, misschien is er te weinig rekening gehouden met gevoeligheden bij bepaalde groepen. Wanneer? De Jood is typisch, geen dat men gezegd, de Jood is typisch de neus en zijn pampeloppen. Dat is typisch de Jood. Als je, een neger gaat uitbeelden, onze zwarte medemens gaat uitbeelden, en je moet daar een karikatuur van maken, die gaat dikke leppen. Sowieso, want de Jood heeft dikke leppen, de neger heeft dikke leppen. Je gaat een dame in de neger dame uitbeelden met een grotere achterwerk als de gewone. Want dat is typisch van die karikaturen. Het carnaval van Aalst staat sinds 2010 op de UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed. Maar die erkenning stond door de praalwagen ter discussie. Afgelopen maandag gaf burgemeester Daze zelf aan dat hij de titel niet meer hoeft. Omdat UNESCO ons meer en meer het stigma bezorgt als zouden wij een racistische of antisemitische stad zijn. En dat zijn we zeker niet. De meeste groepen staan pal achter de beslissing van de burgemeester. Ik heb nooit het gevoel gehad dat UNESCO aanwezig was hier in Aalst. Het is wel een beetje een prestigelabel natuurlijk. Was u blij toen u het kreeg? Toen hebben we een volksfeest gegeven. Maar als je beknot wordt in uw uitbeelding, in uw uitstraling, in uw denken van creativiteit, dan hoeft het voor mij niet. De carnavalisten hopen nu dat de storm gaat liggen. Het mag vooruit gaan nu naar 2020 en dat alles afgesloten wordt en dat elke groep weer zijn ding kan doen zonder een kijkend oog van gelijk welke organisatie. Want dan heb je het over UNESCO of... Ja, nee, en ook over de Jodenorganisatie. Ook. Ik snap wel... ik snap het punt wel, maar het is gewoon jammer dat ze nu met een loep naar ons zitten te kijken en dat de voorbereidingen daarvan tenietig gaan, zeg maar. En het enige dat ze zelf veroorzaakt hebben, in mijn ogen, is dat er nu gewoon nog meer groepen het gaan gebruiken. Ik denk, met al hetgeen dat de rumoer dat er nu bezig is, dat het niet van de groepen gaat komen,
Maar dat meer van de losse carnavalisten zijn die gewoon massaal als Jood en al wat dat ermee te maken heeft in de stoet komen. Dat kan ik al op een blootje schrijven, dat kan niet anders. Het zit er dik aan te komen als je ziet dat gerenommeerde carnavalszaken hun voorraad reeds inslaan. Ja, dan denk ik wel dat er uiteindelijk Joodse taferelen zullen ten berde gebracht worden. De kans is groot dat de Aalsterse carnavalisten hun recht op spot en satire nog eens extra zullen opeisen op 23 februari. Wat iedereen daar ook mag van denken. Wat is het probleem? Dat de mensen zelf overrecht beginnen doen tegen elkaar. Waarom? Lachen, spot, gezond, dat is de spirit van binnen. En als je dat wegneemt, dan doen we allemaal ruzie maken. Dan gaan we ruzie maken, dan ga ik tegen u ruzie maken, dan moet iedereen ruzie maken. Is dat de spirit of life? Viert, zeg gezellig, doe plezier, dat is de spirit of life.